Hallo, mijn naam is Mike van der Bos en we zijn hier vandaag in Spaarnwouden bij Snow Planet. En daar hebben wij samen met mijzelf, Bos Driver Academy, en in samenwerking met de autorijschool Goes & Booster uit Haarlem, een samenwerkingsverband gecreëerd in samenwerking met een heel grote groep aantal rijscholen in Kennemerland. En wij hebben deze dag georganiseerd in het kader van 3FM Serious Request. Let's hear it for the babies. De baby sterft, elke 6 seconden sterft er een baby. En wij willen eigenlijk geld op gaan halen, net als eigenlijk heel veel mensen in het land, om dat getal eigenlijk naar beneden te dringen. En dat hebben wij gedaan door middel van een verkeersveiligheidsdag hier in Spaarnwouden. Je kunt hier op deze dag die eerste rijles nemen, een motorrijles nemen. Je kan rijden op een Vespa Quadro, een driewielige motorvoertuig, waarbij je gewoon met je autorijbewijs kan rijden. Daarnaast kun je Porsche rijden, we hebben verhoogde rijvaardigheidstrainingen. En de ongevallen simulator, die nu achter mij staat. De ongevallen simulator, daar kunnen we mensen leren hoe ze uit hun auto, zichzelf uit hun auto of eventueel een ander kunnen bevrijden. En dat wordt allemaal onder begeleiding gedaan door een professionele instructeur. En daarnaast natuurlijk tegen een goede vergoeding. Want ja, alles wordt gedoneerd. En let's hear it for the babies is het motto van vandaag. Nick, hoe heb je gehoord van deze actie? Via mijn rijleraar. Van de verkeersschool Kennemer. Afgelopen woensdag had ik rijles. En die zei dat er vrijdag dit was bij Snow Planet. Dus ik dacht, we gaan even een kijkje nemen. Nou, ik vind het een goede actie. Het hoort niet, kindersterfte. We staan hier bij de ongevallen simulator en wat wij mensen leren is om zichzelf en een ander uit een auto te bevrijden. Je moet je voorstellen, een auto slaat over de kop, komt terecht in de berm. En ja, je hebt eigenlijk geen letsel. En ervaring leert en statuten leren dat de mensen die dat daadwerkelijk meemaken zichzelf willen bevrijden door middel zo snel mogelijk uit die auto te komen. Hun snel losklikken en door op hun nek te landen, dus nekletsel kunnen krijgen. Nou, wij leren mensen op een veilige manier hier zichzelf dan wel uit de auto bevrijden. En de meest ideale manier is eigenlijk om je in ieder geval je nek te zekeren. En dat kan je doen door middel van een hand in je nek en je elleboog naar het dak toe. Want dan, als je losvalt, val je op je elleboog. En je andere vrije hand tegen het dak aan. Heb je dat voor elkaar, dan zet je je voeten het liefst tegen de dakrand, niet op het raam. Maar goed, ben je niet zo lenig, dan zet je ze links en rechts van het stuur. Je drukt jezelf eigenlijk als het ware uit, waardoor je jezelf klem zet. Dan kan je met je vrije hand, en dat is dus de hand in het midden van de auto, oftewel je rechterhand, die kan jij naar je borstbeen brengen. Je kan je gordel volgen naar de sluiting. En heb je die sluiting gevonden, dan geef je heel veel druk, zodat je jezelf echt klem zet. Kun je hem losklikken. En dan kan je als het ware heel rustig die gordel wegtrekken. En daarna zal je je heupen naar de binnenkant van de auto kunnen laten vallen. En je bent vrij.